vandaag 19. Even kijken hoor. Mama is woensdag jarig. Dat was de 23ste. Oh ja. Het is dus 19. En we zijn net nog even bij de Starbucks geweest. Maar nu niet. Want we zijn onderweg naar onze laatste bestemming met de auto. Morgen leveren we de auto in. En gaan we verder reizen met de bus en het vliegtuig. Ja. Dus we gaan onze trouwmaat missen. Ja. Maar we wilden dus met onze Bob. Met Bob. Nog even door de drive-thru bij de Starbucks. Oh, ba! Wat doe je, vals of zo? En die was... Staan we daar drive-thru dicht? Ja, het systeem werkte niet van de drive-thru. We wilden de hele tijd al met de auto door de Starbucks drive. En nou was dit onze laatste kans. Of we moeten morgenochtend nog gaan ergens in San Diego. Dat zou nog kunnen, maar dan moeten we nog vroeger weg, want we moeten om 10 uur de auto inleveren. Ja. Op het vliegveld, nou, ligt het vliegveld niet heel ver bij ons hotel vandaan, dus dat scheelt. Nee, maar het is wel vroeg, dus ja. Wel een balans van de spits misschien. Maar wat misschien wel weer scheelt, is dat het morgen zondag is. Dus dat je niet met het werk het verkeer zit. Nee, dus dan zal de spits hopelijk ook wel meevallen. Ja, maar zeg nooit nooit. True. Kijk, ik mag nog wel even wat te zeggen. Dus we gaan naar San Diego. We zijn bij Denny's, vlak tegenover ons hotel. Deze wel met de auto voor 150 meter. Ik wist niet dat het voor 150 meter was. Dus we gaan even lekker een hapje eten en wifi stelen. De wifi is heel slecht. Een hotel. Dan hopen we zo straks toch een vlog online te krijgen. Nou, niet straks al, maar in ieder geval in elkaar te zetten. In elkaar te zetten. En Crumb de Minds afleveringen downloaden, want we hebben ook echt maar 15 zenders. Als het niet minder is. Zoiets. Dus weinig ook op tv te zien. Lekker een hapje eten. Goedemorgen, het is vandaag zondag 20 oktober en we zitten voor de laatste keer in de auto. We zijn nu onderweg naar het vliegveld om daar de auto in te leveren bij onze huurmaatschappij. Ja, we gaan je missen, trouwmaat. En we hebben... Veel gereden. 5.500 mijl ongeveer, denk ik, gereden. Dus flink afstand. Ja. En hij heeft ons niet in de steek gelaten, gelukkig. Nee, dat zei die meneer nog. Ja, dat gebeurt wel, je hebt er geen verzekering. Nou, we hebben het risico genomen. We hebben er $350 mee bespaard. Dus dat willen we nog meer. Ja. Dus we gaan nu naar het vliegveld en daarna gaan we naar downtown San Diego. We zijn bij de haven van San Diego. En we staan voor de Disney Wonder. De cruise. Dus we hebben zojuist besloten dat we onze cruise gaan de volgende vakantie keer. Inderdaad een cruise wordt. Dus, het is gigantisch. Ja, het is echt mega. Ja. En ze waren de noodboten aan het testen. Dus we stonden al te kijken of er toevallig iemand overboord was, maar er werd denk ik gewoon getest. Ja, kijken of alles dat doet. Dus tijd om te plannen zodra we terug zijn. Ja. En te sparen. Overal dat. Ja, dat. Thank you.
zijn lekker al in onze pyjama. Oké, het is ook 11:45. Ja, maar we zijn al sinds 8:00 in onze pyjama. True. Ja. Ja. We hebben vandaag eigenlijk best wel heel veel gedaan. Maar het nadat we echt de auto hebben weggebracht. Ja, maar het voelde niet zo heel erg als een hele drukke dag. Nee, het was gewoon lekker chill. Relaxed, ja. Maar wel veel gezien. Ja, dus we zijn langs de haven gelopen. En onze volgende reis was uitgekomen. Disney Cruise! Ja! Yeah! Nee, serieus. We zijn naar het busstation geweest. Want donderdag moeten we met de soort touring car, de Greyhound, naar Los Angeles. Want we hebben nu natuurlijk geen auto meer. Nee. En we hebben toen we in Amerika waren, 2 jaar geleden, wilden we ook met zo'n Greyhound bus naar de Niagara watervallen vanuit Toronto. En we dachten, nou, je kan daar gewoon aankomen kakken. En dan gewoon zeggen, ik wil met die bus. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Wie het eerst maalt. Ja, we hebben uiteindelijk echt 3, 4... 5 uur moeten wachten. Op de bus op het busstation. Voordat we naar de Niagara watervallen met de bus. Omdat de andere bussen al vol waren. Ja. Dus we dachten nu, we gaan op tijd. Dus we hebben de kaartjes alvast gehaald. Yes. Dit is Leiden Desiree. En dit is Josephine Jolien. Ja, want blijkbaar begrijpen ze hier niet zo goed hoe een paspoort in elkaar zit. Terwijl het gewoon in het Nederlands en in het Engels erop staat. Ja, maar dus hij wist niet wat hij moest invullen. In hij heeft het ook niet echt gevraagd of zo. Van nee, oké, klopt dit, maar hey, het zal wel. Dus we hebben nieuwe namen. Ja. Dus dat hebben we gedaan. We zijn naar de Gas Lamp District geweest. Ja. Dat is de historic district van San Diego. Waar allemaal kraampjes en er was een marktje. Ja, en een artisan market met allemaal dingetjes. En allemaal gezellige barretjes en dingetjes. Dus hebben we ook nog eventjes lekker daarna in het park broodje gegeten. Ja, en dus hebben we daarna naar Old Town gegaan. Waar je dus het oude ja, San Diego een beetje kon. Heel Mexicaans was het, heel Spaans. Ja, er zit echt zo'n het is echt een Mexico toeristisch dorpje gewoon in de stad gemaakt. Omdat het 1, 2, 3 november Dag van de Doden of in ieder geval is, waren er ook allemaal skeletten en met allemaal van die kleurtjes en allemaal van die poppen. Aangeklede zeg maar, skeletten. Echt zoals je ook wel wat echt wel Mexicaans is. Ja. Dus dat was ook wel echt wel. Ik vond het wel echt heel leuk ook om te zien. En toch een stukje wel die cultuur wel een beetje te zien, zeg maar. En morgen gaan we naar Fashion Valley. Yay! Winkelen. Ja, we moeten echt een petje kopen. Want we gaan naar SeaWorld. Dus dan ben je echt alleen maar buiten. En daar is 30 graden. En dan die dag. 30 graden. En op Hawaii gaan we ook nog naar natuurparken, zeg maar. Dus ook heel warm en veel wandelen. En in L.A. Dus ook nodig. En ook in L.A. wordt het warm en gaan we lange dagen nog wandelen. Dus we moeten op zoek naar een pet. Nou, de vorige keer dat we echt op zoek naar iets moesten, konden we het bijna niet vinden. Dus hopen dat het morgen beter gaat. Ja, daar gaan we voor. Slaap lekker! Goedemorgen! Het is maandag de 21ste. En we zitten in de trolley, heet het? Ja, een soort tram. Naar Fashion Valley, want we gaan winkelen zonder dat we eigenlijk iets kunnen kopen. Dus we moeten proberen of we het wel kunnen. Ja, en als we wel wat kopen, moeten we verzinnen hoe we het toch in onze tas gaan krijgen. Kloppen! Naar huis sturen! Nee. Ja. Jo vindt dat nog steeds geen goed idee. Ik vind het best een geniaal idee. Gewoon ergens een doos scoren, volstoppen met spullen die je nodig hebt en naar huis sturen. Nou, is goedkoper dan een handbagagekoffer kopen. Dit is gewoon in je tas stoppen. Ja, maar die is vol. Nee, hoor. Hij is pas vol als de rest ook is plat. Ja, maar dat moeten we zien te voorkomen. Dus we gaan eens kijken of wij dat inderdaad kunnen. Jawel, we moeten een pet kopen. Dat wel. Ja. En oortjes. En oortjes. Jo is de oortjes vergeten. Kwijtgeraakt. Maar ja, ik ben al mijn sport BH en een knuffeltje, ons reisknuffeltje, kwijt. Dus. Die ik aan de heb gegeven. Sorry. Zo, het winkelen gaat al best wel goed.
Wat eigenlijk een slecht teken is, want we moeten hem in huis zien te krijgen. En we zijn in de Disney winkel, zoals je misschien ziet. En nou ja, Jo is als een kind in de speelgoedwinkel. Ik ga het laten zien. Ik heb thuis aanstoot. Maar we moeten op zoek naar een knuffel voor jou. Kijk, we kunnen ook Sebastiaan voor je meenemen. Is dat? Want jij bent gewoon jouw knuffel vergeten. We zitten lekker aan de noedels. We zijn nog steeds on low budget. Niet omdat we nou per se heel veel hebben uitgegeven of zo hoor. Verder. Ja, in Las Vegas, maar ja, we hebben eigenlijk de hele reis al proberen een beetje low budget te zijn. Omdat we toch ook wel een beetje binnen het budget toch af te willen winkelen. Ja. En ook wel, ik ga liever een keertje lekker, echt lekker uit eten bij de Old Spaghetti Factory bijvoorbeeld. Dan dat ik 3 keer bij de Mac ga eten. Mm-hmm. Dus daarom doen we het zo. En voor ons is dat prima. Zeker omdat we dus een merk hebben gevonden wat... kant en klaar, maar het echt heel goed is. Dus we zitten lekker aan de noedels. We hebben gewinkeld vandaag. Ja. Ja, deze. Echt. We hebben gewinkeld, hè? Ja. Ik vrees dat ik dingen naar huis moet gaan sturen. En ik heb al even gekeken. Bij FedEx kost het een paar honderd euro. Ja. En ik hoop dat het via de postal service een heel ik veel goedkoper is. Dat het past. Maar de ultieme hoop is inderdaad dat het past. Nou heb ik sowieso besloten mijn wandelschoenen achter te laten. Omdat ik daar zo ongeveer de hele vakantie al zere voeten op loop. Terwijl toen ik ze in Canada gebruikte ik dat niet had. Dus dat scheelt dan een hele boel ruimte. En ja, verder zien we het wel. Gaan we woensdag heel goed proberen in te pakken. Yes, want dan moet alles er wel weer in passen. Omdat we dus geen auto meer hebben. Uh-huh. Dus, maar het was lekker winkelen. De temperatuur was prima. Leuke dingen gekocht. Morgen gaan we naar SeaWorld. En ja, de nieuwe gekochte dingen. Maar blij krijgen jullie misschien nog wel tussendoor te zien in de vlog. En misschien ook niet. Ik denk het niet. Niet die van mij. Nee, we gaan. Dus, zo stiekem is het ook niet. Nee. En morgen inderdaad een dagje naar SeaWorld. We hebben tickets waar ook eten en alles bij zit. Ja. Geloof ik dat je 3 items per keer en ieder uur mag je wat halen en... Er zijn 6, je hebt 6 ja, weet ik kaartjes precies hoe of zo, zoiets. Dus we kunnen daar gewoon lekker lunchen en avond eten. Wel vroege avond eten dan, want het park gaat om 5 uur dicht. Dus we zullen om 5:30 denk ik zoiets, wel iets al gegeten hebben. Ja. Maar we hebben hier altijd nog brood. Of we kunnen altijd nog even naar de supermarkt lopen. Ja, want we hebben dus net de hele zak chips leeg gegeten. Ja, dat was niet de bedoeling. Nee, wat een lekkere trek. En verder hebben we alleen nog Reese's. En om alleen met Reese's te snacken. Zal een beetje weinig. Ja, dus we gaan het zien. Lekker eten. Ja. Tot morgen. We zijn op de parkeerplaats bij... De Fonds. Bij de Fonds, de supermarkt. De giga supermarkt. En want... We hadden nog honger. Ja, we hebben echt... Cravings for life. Zo erg hebben we het nog niet gehad dat we gewoon. Nou, dat we zin hadden in wat lekkers, maar dan was het gewoon na het lekkers ook oké. Gaan we nou stilstaan? Ik ga het even laten zien. Ik heb. Hoe heet dat in mijn hand? Een zak pretzels. Pretzels. En een zak crunchy Cheetos. Mini Oreo's en pizza's. En toen we hier naar onderweg waren, dachten we ons nog dat we nog marshmallow spekjes hebben. Die ga ik ook eten zo. Ja. Dus, maar de Cheetos zijn niet voor vandaag. Nee. Die zijn voor morgen, omdat we dan natuurlijk vroeg eten. Ja. Dus, Weer even 600 meter teruglopen. Ja joh, we hebben gewoon alles stiekem. Hebben we alles wat we nu eraan eten gewoon er al afgelopen heen en weer gelopen. We wilden ook eigenlijk naar de automaat beneden in het hotel.
En want die heeft kleintje, want die heeft kleine dingetjes. Ja. Maar inderdaad. En het was duurder dan we dachten. Ja. Er leek het 50 cent en 75 cent te zijn, maar er stond gewoon een dollar voor. Dus dachten we, nou dan lopen we naar de supermarkt, dan kunnen we voor goedkoop meer halen. Juist. Dus terug naar het hotel. Chillen. Snacken! En snacken! Yay! Goedemorgen! Wat is het? Dinsdag. Dinsdag, de 22e van oktober. En we zitten bij de bushalte, want we gaan naar SeaWorld! Yes! Naar de dieren kijken, shows kijken en er zit een stukje... Pretpark. Pretpark bij. Achtbaan, weet ik het wat allemaal. Yes. Het is heet, 30 graden. En het is 10:30. Nee, ja. 10:30 en het is 30 graden. En er komt een vrachtwagen voorbij. Dus we hopen dat we ook een beetje een schaduwplekje zo daar kunnen vinden. Uiteindelijk hebben we geen pet kunnen vinden gisteren. Nee. Dus we moeten het zonder pet doen. Ja. Dus, gaat goed komen. Tuurlijk. Wat is het? Woensdag? Je moeder is jarig. Woensdag 23 oktober en mami was jarig, maar dat was gisteren al in Nederland. Ja, dat is waar. Want het is hier nou weer 10:00. Ja, we hebben niet echt gevlogd vandaag, omdat we ook eigenlijk niet zo heel veel hebben gedaan. We hebben lekker gerelaxed, we hebben alles opnieuw ingepakt. Onze tas is helemaal leeg geweest. Ja. De gekochte spullen erin gedaan en wonder boven wonder. Past het? Past ongeveer. Het? Want vanaf morgen moet alles gewoon... Erin. Want we hebben geen auto meer. Dus je kan niet even schoenen los meenemen en flessen sop even los meenemen. Alles moet weer in de tas. Ja. Want morgen gaan we naar LA. Yes. Ja. Het is alleen... Ja, bij mij past dan mijn jas er niet in. Maar het komt ook omdat je nu nog je korte spullen gewoon aan hebt. Ja, want morgen wordt het 34 graden als we aankomen. Dus ja, en als je natuurlijk... Vliegen s'avonds naar Hawaii en s'avonds terug. Ja, dus dan kan je een lange broek aan. Kan je lange broek aan en in het vliegen is het toch meestal fris. En als we weer naar Nederland vliegen... Wil je jas bij de hand. Wil je inderdaad. En heb je dus ook een lange broek aan. En dus ja, dat gaat wel helemaal goed komen nu. Op zich in de bus kan je nog wel even je jas in zijn hoesje aan de zijkant van je backpack hangen. De wandelschoenen laat ik wel achter. Ja, jij wel, ik niet. Ik wel. Neem ze mee. Oh, volgens mij gaat mijn elastiekje die is een beetje aan het sterren. Ja, ik zie het. Oh. Nee, ik loop er toch zere voeten op en alles wat we nog gaan doen kan allemaal op sneakers. Dus, hopen we. En zo niet heb ik pech. Ja. Dan moet het toch op sneakers. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja. Dus dit is ook het laatste deel, stukje van de San Diego vlog. Yes. Morgen beginnen we weer een nieuwe vlog. Ja, dan gaan jullie zien hoe we vol bepakt gaan lopen. En met het OV gaan. Ja, eerst met het OV, dan met de touringcar en dan weer met het OV. Wordt leuk! Wordt echt top
hoort erbij. Ja, dat is waar. Stiekem vind ik het wel leuk. Nou, alleen die bus naar, van het busstation naar het hotel in L.A. Dan zijn we echt op zo'n tijdstip dat ik denk dat veel mensen in het OV zitten. Ja, dat wel. En dan komen wij aan met een backpack voorop en een rugzak, een backpack achterop en een rugzak voorop. Ja, dus dat is wel... Dat is het enige. Nou ja, we zien het morgen wel. Precies. Dus dat gaan jullie zien in de volgende vlog. Ja! Dus, liken. De ene laatste wordt dat alweer. Maken we geen terugreisvlog? Anders wordt die van Hawaii heel lang. Ja, doen we gewoon een hele lange van Hawaii. Kan ook. We gaan 3 dagen naar het strand. True. Nou, jullie gaan het zien. Dus... Vergeet niet te liken, te abonneren en ons te volgen op Insta.